Ik wens u een hele fijne dag toe. Het is heel mooi dat de fietsers straks allemaal nog een neutrale ronde door het stadje Sluis doen. En zodat ook iedereen op het gemakje kan genieten van de wielrensters en ze natuurlijk een hart onder de riem kan steken om een mooie koers te hebben. Als organisator van de Beneladies Tour ben ik natuurlijk heel vereerd om hier in Sluis te mogen aanwezig zijn. En zeker dat Sluis dient als startplaats van deze etappe naar Watervliet. Dag weer. In Sluis staan we nu vandaag. En ik breek zomaar in uw leven. Hè. Wat gebeurt er nu vandaag? Sluis is vandaag de startplaats van de tweede rit in de Beneladies Tour. We rijden deze morgen van Sluis naar Watervliet. En deze namiddag staat in Watervliet ook nog een individuele tijdrit op het programma. Dus vandaag zou wel eens heel bepalend kunnen zijn voor het eindklassement. De bedoeling is dat we de Miniladies Tour toch een beetje gezellig willen maken. Onze leuze is niets voor niets. De Miniladies Tour is een koers om van te smullen. Dus dan is het ook wel eigenlijk heel belangrijk dat we de mensen in die optiek eigenlijk ook goed verwelkomen en eigenlijk ook wel verwennen. Voilà, een Nederlandse croissant en een broodje kaas heb ik al binnen, dus een broodje hesp. Maar het is het Nederlandse ontbijt, laat maar zeggen, maar ook dit smaakt wel. En het brengt ons wel in de sfeer van Sluis en van Zeeland, laat maar zeggen. Ja. Nu is het zo dat alle ploegen moeten op het podium hun handtekening komen plaatsen. Dat is eindelijk voor de jury de bevestiging dat ze straks daadwerkelijk kan starten. Dus wie eindelijk zijn handtekening niet kon plaatsen of die nu niet naar het podium komt, die mag eindelijk straks ook niet starten. En op basis daarvan weten we dan ook wie er vandaag niet meer van start gaat. Bijvoorbeeld iemand die ziek is of dergelijke. Of nog een blessure heeft van gisteren. Dus dat kunnen we dan hieruit vinden. Deze avond dan nog een tijdrit van 14.6 seconden. Onze met ons geluk gisteren tonen we nog 139. Er zijn er 107. Virtu Cycling met Christina Siga, Marta Bastianelli. En dan hebben we ook Louise Hansen, Barbara Guarici, Mieke Kreuger en Emily Meuberg in de gele trui van Trekuro. Achterstand in het algemene klassement. Wat is er nog mogelijk? Want de tijd is er nog natuurlijk. Oh ja, is goed. Ja, zal ik. Twee Nederlandse dames in. Ze zijn met z'n vijven. Alle rensters zijn daadwerkelijk verplicht om hier te komen tekenen. Als het langer in duurt gebleven was, misschien beter. Dus we gaan het achteraf. Vandaag een beetje niet te lang. We gaan het zien, hè? Succes. Gaan we best doen. De gelieke trui daarvoor, de Jan Aternoster. Trixie, last year you won the time trial. Willem van Dijk dus gisteren niet meer vertrokken. Lisa Klein, dan hebben we Tanja Erat. Dan hebben we Anna Ludwig, Ella Harris en Rotem Kapilowitz. Dat is het team van Canyon. De Bols-Bolman Cycling Team met Jip van der Bos. Uska Bravic, Mia Radovic, Maaike Bogaar en Monika van der Lee. Het is gestopt met regenen, hè? Dus je ziet ook, het leeft, er is publiek, stroomt toe, de terrasjes worden ingenomen.
Nu nog alleen wachten op het zonnetje en dan is het helemaal compleet. Veel heeft te maken met de goede voorbereiding en ik moet ook wel benadrukken dat het met de mensen van Sluis heel prettig samenwerken is. Ook met de andere locaties trouwens. We hebben daar een enorme goede band mee opgebouwd en dat vertaalt zich ook in een goed uitwerken van dit plan. Namens van Rally UAC. En we wachten nog altijd, we zijn beland, al in Cipollini. Dus dat zal straks wel in de geldbuidel moeten passen. Niet voor mij. Je ziet ook dat de leidertrein is er altijd een stroop. Witte kader. Nee, als die niet bedrukt is. Wat ben je aan het doen? We zijn klaar voor de start. Ja, we staan nu klaar voor de start. Hè. Dus we hebben nog wel 20 minuten tijd. Maar nu het is de bedoeling dat we eindelijk heel van voren staan zoveel mogelijk. Om zeker bij dit wegdek die wat nat is en de weersomstandigheden. Om eigenlijk niet midden in het peloton of achteraan te moeten rijden. Dus als je vooraan rijdt in zo'n omstandigheden is het beter. Kan je beter dingen inschatten en is het relatief veiliger. Ja, onze auto, waar staat die dan? Staat die erachter? Of staat onze wagen staat daar en dan gaan we meteen naartoe. Als we passeren zijn we mee. We gaan iets vroeger vertrekken al. Ja, we zetten ons stil aan de gang. Ja. We gaan ons nu opstellen, want de renners doen hier nog een klein toertje. En dat gaan we niet meevolgen, omdat dat met het vele publiek een beetje moeilijk is naar veiligheid toe. Dus enkel de wagen van de koersdirecteur zal voor de wedstrijd rijden, maar wij gaan ons al opstellen zodanig dat de renners straks kunnen inpikken. Bert, het is die struitlijn zeker, hè? Ja, de ring. Wij hebben 5. En derde dag, ja, klopt. Derde dag, hè? Ja. De eerste weer aan het verlopen. Goed, hè? Utrecht was de proloog. Het was een leuke ervaring om in een groot stad toch eens te kunnen starten. Jammer genoeg, de weermaker was dus niet echt gezind, maar al bij al viel het nog mee. En dan dag 2, SR Roosendaal was zeker een goed verhaal. Essen, veel volk aan de start. Roosendaal, schitterende aankomst aan het designer outlet Roosendaal. Een massaspurt, sportief jammer genoeg, een beetje ontsierd door een valpartij. Met Jolien Doren als belangrijkste slachtoffer. Ze heeft een elleboogbreuk opgelopen, dus dat betreuren wij enorm. Maar ja, in het wielrennen is natuurlijk niet risicovrij. Iedere sport is dat trouwens niet, dus ja. We wensen in ieder geval dat Jolien en ook de andere renners die ten val zijn gekomen een snel en goed herstel toe, zodanig dat ze terug naar hartelust kunnen koersen. Ik weet nog, de eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben was de Piste Gent. Toen was ik daar eerst stappen voor de radio. U was daar dan voor het nieuwsblad, Gentenaar, dacht ik. Dat was de eerste ontmoeting met elkaar. Dan heb ik iets gedaan met radio voor u voor het handbal. En ondertussen zitten we nu totaal in een andere wereld. Hè? Ja, maar koersen is altijd al een beetje mijn ding geweest. Hè. Ik heb voor de krant ook altijd veel over koers geschreven. Dat doe ik nog altijd. En van het ene is het andere een beetje gekomen. Jaren geleden met mijn goede vriend Juri. Tussen pot en pint. Ik weet nog altijd goed, was op de Keizer Karel Cup in Gent. Dan waren wij zo een beetje aan het brainstormen. Zo, en toch ook wel een keer iets op poten moeten zetten, zo'n organisatie. Iets met de koers. Ja, dat de koers, ja. En dan zijn we erop gekomen om voor het vrouwenwielrennen iets te doen. Zijn we de Omloop het Nieuwsblad hebben opgestart. En we hebben nu 14 edities erachter de rug. En dan hebben we een meerdaags in het leven geroepen, de ECB Ladies Tour. En dat is nu de 6e editie al. Dus ja, kijk. En de koers wordt ieder jaar iets groter. Dus we zijn er wel tevreden mee. Dames wielrennen zitten in de lift toch, hè? Mag ik zeggen dat je daar een groot inbreng in hebt? Als je ziet dat die grotere koersen bij de mannen nu toch ook allemaal een vrouwelijke versie hebben gekregen, dat is toch, ik voel me daar toch voor een deel bij betrokken en voor een deel mijn aandeel in.
u de vraag al gesteld op de persconferentie, maar krijgt u dank daarvoor van de wildrensters en van de mensen die daar rondhangen? Ik voel wel dat dat geapprecieerd wordt, zeker weten. En dat vertaalt zich ook door de belangstelling van de locaties die willen meedoen. Als je ziet, we zijn begonnen in Sint-Lorijns en Filipijnen, 2 dagen. Ja, en nu zitten we al aan 4 dagen en met 6 locaties. Ja, dat is zeker de weg gaan, Virtue onder meer, dat zijn die straten moeten parkeren, want anders hebben wij geen plaats voor onze auto's van de organisatie om al daar te plaatsen. Goed, bedankt Eddy, dank u. Anders de politie erbij betrekken, ja, dank u. Net het telefoontje, ergens duiken hier en daar wel eens kleine probleempjes op. Dat hoort erbij, hè. Je moet dat allemaal een beetje relativeren, maar dat is, de parking voor de ploegen is duidelijk toegewezen vooraf waar die kunnen parkeren. En nu zijn er natuurlijk ploegen die een beetje lukraak parkeren met de bedoeling van zo dicht mogelijk bij de finish te kunnen staan. Want we hebben ook nog wagens van de wedstrijd die daar moeten parkeren. Alles is goed vastgelegd wie waar kan staan. Maar ja, als er dan een paar ploegen zich niet aan de regels houden, dan moeten we onmiddellijk ingrijpen. En dat is wat ik nu net heb gedaan. Goeiedag. De binnenledenstoel is de koers die ze allemaal willen winnen. En dat verklaart de nervositeit. Zeg dan een keer voor de camera. Ze willen die koers winnen, echt waar. Dat werd dat in de hand in de nervositeit. Bewijst de belangrijkheid van deze wedstrijd. De jurywagens moeten hier allemaal staan. Ja, tuurlijk. Ja, maar ja, begin met jullie. De ploeg moet naar Hinter, hè? Ja. Als ik naast mijn liefste sta, ben ik altijd aan het genieten. Dus geen enkel probleem. Een pintje drinken, want straks is het finish. En dan moeten we natuurlijk weer attent zijn en moeten we weer de geplogenheden en het protocol kunnen volgen. Mijn beste copain. We zijn geen broers, maar we zeggen broer tegen elkaar. Ja. Het is niet via de shop, niet via het wielrennen, maar via internet. Het eerste berichtje was een uitnodiging culinair. en dat is bij dat eerste ontmoeting is het gebleven. Ik ben niet de grootste wielerfan, maar door het feit dat Geert zo verbonden is met wielrennen, ben ik erin aan het groeien om ook meer, en kijk ik ook meer en meer naar het wielrennen. Zeer gemotiveerd. Gaat enorm op zijn doel af. Hetgeen dat hij wil bereiken, zal hij bereiken. Staat er constant voor klaar. Zachtaardig. Warme mens? Absoluut, heel warme mens. En met die mensen van Omroep Zeeland, die komen ons speciaal een dag volgen. Maar die hebben wat stof natuurlijk. Ja, ja, dat wel. Die vraag op van nogmaals een oproep. Goed aankomst. Ja. Ja. Kijk, het fluitsignaal gaat. Oké. Okay. We staan hier net aan de meet. Ja. 3 mensen voor of 3? 3 aan de leiding, ja. Erik, Jelena, Erik gaat het halen. Oh, we hebben nog eens van aan. Het is Jelena, Erik hier dan al. Maar zeker de vraag of ze nog op tijd komen voor de belangrijke daar. Het is Evin Wiebes die is. Twee handen op een buik mag je wel zeggen. We noemen elkaar altijd mekaar rechter en linkerhand. En zo gaan we wel door deze binnenriestoer inderdaad. Ja. We gaan straks de innerlijke mensen een beetje versterken. En om 5:30 vanavond gaan we nog een individualiteit afwerken. Waar hopelijk ook wel een aantal toppers in de internationale wereld hier op het podium staan te fronten straks. Hello.
Ik heb weer twee supporters bij mij. Hè. Dat is zo al de hele dag. Dat mensen mij willen vragen over iets over die koers. En ja, zie en dan, voilà. Dag Sanne. Hallo. Goedenavond. Ben je Ladies Tour? Ja. Leuk? Voor jou? Jawel, zeker en vast. Ja. De laatste twee dagen wel best veel valpartijen, dus dat is het jammer. Maar ik heb er tot nu toe ben ik in de recht blijven, dus alles positief. Ja, ik denk niet per se aan het parcours, maar het is gisteren naar de massasprint toe, dat zagen we een beetje aankomen, denk ik. Nu vandaag was het glad nat wegdek bij het starten en ja, dat is gewoon brute pech. Een paar lange wedstrijden en dan op een iets hoger niveau, dus dat zijn de ideale trainingen. Goed, dus sinds dit jaar dat ik daar een beetje aan het proberen ben om daar iets of wat te trainen. Dus ik ben benieuwd wat ze biedt gaat geven. Ik denk het niet. Ik denk dat morgen terug massasprint gaat zijn. En ja, zelfs altijd vind ik ook altijd best een gevaarlijk parcours. Dus geen risico's en recht blijven en uitrijden. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten op de Bene Ladies Tour. Deels een groep van de Nationale Loterij. Deels een groep van Trade Euro. Twee heel belangrijke partners in dit verhaal van het vrouwenwielrennen. Waarbij wij uiteraard heel tevreden mee zijn dat het koersen voor de vrouwen toch ook wel gewaardeerd wordt en ondersteund wordt door jullie. Abeloos. 15 seconden rapper op de bruggen. Trixie Worak, vorig jaar heeft ze de tijdrit in Sint-Lorijns gewonnen, dus we hebben nu de kans om echt wel een van de favorieten voor deze tijdritwinst te volgen. Dus ja, ik denk dat ze ook zeer dicht zal zijn in dit vandaag. Ja, dat zijn toch snelheden. De afstand is 40 kilometer en de snelste tijden circuleren toch rond de 19 minuten. Dus dat zijn toch snelheden van 50, een goede 50 per uur hoor. Trixie Worak is een van de gevestigde waarden, die is al 6,37 jaar. Derde dag loopt op zijn einde, maar het is natuurlijk wel een lange dag geweest. We hebben deze morgen de rit in lijn gehad, nu de tijdrit, en morgen is er ook nog de finale rit in Zelzaten. Dus ja, alle dagen zijn natuurlijk wel een beetje lang, maar ja, oké, dat weet je. Er komt zoveel op u af, zoveel vragen, zoveel mensen die u een handje willen geven, die u willen spreken. Dus ja, dat is een heel intens belevingsmoment. Inside information, maar het is zo dat ik en Juri, mijn koersdirecteur, dat wij ons eindelijk graag afzonderen, s'avonds altijd, om een paar dingen door te nemen. En je kan dat eigenlijk niet doen als je in de omgeving bent van ploegen, van jury en andere mensen. Dus daarom zoeken wij altijd een locatie waar men ons eigenlijk niet kan vinden, om het zo te zeggen. Dus en dat werd al enkele jaren en we houden dat ook aan. Dan na zondag, naar Zandzetten, is dat een beetje vakantie voor jullie? Laten we zeggen dat als je aan de start van de laatste rit staat, dat het einde in zicht is, maar het is niet zo dat je dat natuurlijk mag onderschatten. Roger. Hallo, daar. Het doet ook mij enorm veel plezier dat Roger hier aanwezig is. Trouwens, niet alleen dit jaar, ook de voorbije jaren. Dat hij ook voor het vrouwenwielrennen een hart heeft. En je zal dat ook wel zien vooruitgaan. En de Bene Ladies Tour is daar eigenlijk ook een verhaal in. We hebben zestal keren een dameskoers georganiseerd in Waterpiet op de maandag van de kermis. Dus dameskoersen zitten een beetje in ons bloed al. En als Geert dan afkomt, we gaan dan een keer een grote koers naar Waterpiet brengen, dan kunnen we niet nee zeggen. Gewoon mijn leider, ja. Gewoon goed dat er een jongere passagier is.
mooie dag geweest. Ik wil u bedanken daarvoor. Was dat voor jou een beetje spanning? Was dat genieten? Wat zit dat verschil? Maar ja, de avond valt een beetje en ja, het evenement is gedaan, maar wow, dat is een beetje spanning, dat wel, maar het is eigenlijk ook wel toch wel een deel genieten en ik vind ook dat moet ook. Je bent wekenlang, maandenlang met zo'n evenement bezig en als het hoogtepunt er is, dan moet er zeker een manier zijn dat je er ook van kan van genieten. En dat is ook het geval. Hè. Veel mensen spreken u aan, zeggen hun verhaal rond deze Beneladies Tour. Ik heb ook 2-3 keer de tour gedaan achter de renster, de beleving. Allee, dat ontspant u voor een deel. Maar ja, alles draait een beetje rond u in zo'n verhaal. En het draait uiteraard ook rond de rensters. Maar ja, ik ben wel tevreden. Als je ziet dat iedereen tevreden is, dat mensen die u komen bedanken, daar doe je het voor een deel voor. Ja. Wat mij toch opgevallen is, u zit meestal op de achtergrond bezig, hè? Niet de man die zich profileert. Ja, ik hoef nu niet op het voorplan te staan. Ik denk dat de rensters het verdienen van op het voorplan te staan. En ik ben de structurele factor achter het verhaal en ik moet ook een beetje kunnen voelen of alles goed loopt, organisatorisch, en de klokken luiden voor ons. Dus we kunnen eigenlijk ook niet mooier hebben dan dat iedereen tevreden is. Eigenlijk de bevestiging van deze mooie dag.